krijg ik nou een natte kont als ik hier ga zitten? Ja, nou als je niet uitkijkt wel, want de natte paraplu lag ze net nog. Maar het is gelukkig een stuk beter dan het was. Het weer ziet er niet best uit als we op pad gaan. Regen, wind en iets van 11, 12, 13 graden. Maar daar laten we ons nooit door tegenhouden, zoals jullie inmiddels weten. Misschien hadden we dat beter wel kunnen doen. Maar na regen komt meestal zonneschijn en daar gokken we dan maar op. Het wordt een vaartocht waarbij we aanleggen op plaatsen die niet op de bucketlist stonden. Nou, Appelscha, hè? Ja, daar wel, maar wij liggen nog daar. Wij hadden liever een klein stukje verder gewild. Maar waar we overal weer verrassingen tegenkomen. Ja, dit is toch prachtig, hè? Wij zijn Pieter en Marieke en we varen met onze cabincruiser De Canicula door heel Nederland. Pieter is als echte Fries opgegroeid met water. Hij heeft naast varen ook nog een hele andere voorliefde. Weet je wat ik bedacht? Nee. Dat er in Dieverbrug ook een Chinees is. Nee. Ik ben Marieke, altijd op zoek naar verhalen. Of ze nou waar zijn, of gaat hier over een waterwolf. Of toch net niet helemaal. Samen varen we het liefst zo ver we kunnen komen. Nederland is zo mooi vanaf het water. We willen dat graag aan iedereen laten zien. Vaar vandaag met ons mee over de Kalenbergergracht en de Beulakker en de Belterwieden naar Meppel, de Drentse Hoofdvaart op, waar we overnachten bij de historische pleisterplaats Dieverbrug, waar je zo mooi in het kommetje kunt liggen. We gaan de Turfroute varen, geschikt voor schepen van 3,25 meter hoog, met een diepgang van 1,30 meter en 5 meter breed. We beginnen onze tocht in Ossenzijl, aan de rand van Nationaal Park de Weerribben-Wieden. Een klein plaatsje, ontstaan rond de voormalige zijl. Eind jaren 20 van de vorige eeuw werd de sluis overbodig, maar dit kolkje bleef en getuigt nog steeds van de eeuwenoude geschiedenis van het dorp. Het is nog steeds niet heel erg zonnig, hè? Nee. Voor de zonnepanelen. Ja. Dus maar even stroom erin. Ik had er een beetje een zootje van gemaakt. En waarom dan? Ja, het zat in de knoop. Ik heb gisteren deze bak schoongemaakt. En ja, dan heb ik alle spullen eruit gehaald. Oh? Is die andere nog viezer dan? Ja joh. Even gascontrole, vroeg naar bed en op tijd weer op. Ons doel vandaag, Dieverbrug, halverwege de Drentse Hoofdvaart. Wou je niet naar de supermarkt? Nee. Wou je niet naar de supermarkt? Ja, wat is die daar? Ja. Oh. Waarom heb je eigenlijk zo'n haast? Nou, haast. Het zou mooi zijn als we de brug bij Rhondwiet voor 12 uur halen, want anders moeten we daar een uur wachten. En daarna kunnen we volgens mij weer een stuk doorvaren en we willen vandaag eigenlijk naar Dieverbrug. Want morgen is het zaterdag en dan is de Drentse Hoofdvaart nog open. En dan kunnen we doorvaren tot Appelscha. En dat is denk ik wel een leuke plek om de zondag door te brengen. Er zijn mooie aanlegplekken gekomen hier. Midden in de natuur. Ik denk dat je s'avonds ook wel reeën kunt spotten. Misschien wel otters. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent er alweer vroeg bij. Ja. Ja, het is nog koud. Het is nog best rustig, hè? Oeh. Dit is de Kalenbergergracht, met kleine huisjes langs het water. Soms met zo'n kenmerkend kameeldak. Oorspronkelijk voor de turfgravers, later voor de boeren en de rietsnijders. Hé, maar Pieter, ja. Als jij door de brug van Rhondwiet wilt, dan ja. Komen we toch uit op de Arembergengracht? Ja, ik denk dat je gelijk hebt, maar die bedoel ik eigenlijk niet. Nee, het is de Blauwe Hand. De route langs Rhondwiet gaat over de Arembergengracht naar Zwartsluis. Wij willen over de Beukersgracht naar Meppel en moeten dan de brug iets oostelijker bij het buurtschap Blauwe Hand passeren. We komen langs Jone met zijn 6 of 7 huizen, alleen bereikbaar met de fiets of met de boot. Gaan we het redden? Jazeker, het is 20 voor, dus we zijn mooi op tijd. Daar gaat ook niet, gewoon niet goed op de kaart gekeken, want het vaste beeld was 2,50 meter. Beetje snel varen voor niks, zeg maar. Zo, we gaan nu zo'n beetje door het meest saaie stuk van deze hele tocht. Het Meppeler Diep. Gelukkig zwemmen er nog een paar eendjes voorbij, maar voor de rest is hier niet veel te beleven tot aan Meppel. Er liggen nog een paar te wachten. Wat zeg jij? Kunnen we er nog achter? Denk het wel. Ik heb de vorige keer oeverloos gezocht waar die naam Paradijsluis nou vandaan komt. Heb je het antwoord gevonden? Nee, nee. Je hebt hier ook nog een Paradijsstraat. En volgens mij heet die woonschepenhaven. Ja, nee, dat ligt ook aan de Paradijsstraat. De Paradijsluis aan de rand van Meppel is de eerste sluis die we op de Drentse Hoofdvaart tegenkomen. Ja, we gaan de Turfroute doen. Ik ben nieuwsgierig, De Canicula, waar staat dat voor? Dat is de ster van de kleine hond. Ah, ja, hè, nee. Zeg bedankt, hè? Ja. Nou, de spoorbrug nog. Alleen die draait me 2 keer per uur om 25 minuten over en 56 minuten. Moet even een dik kwartiertje wachten. Na de spoorbrug passeren we tot aan Dieverbrug nog 9 bruggen en 3 sluizen. Ze worden bijna allemaal met de hand bediend door de brugwachters die heen en weer rijden om de volgende open te doen. Weet je wat ik bedacht? Nee. Dat is een Dieverbrug ook als Chinees is. Nee. Ah, moet ik echt Chinees eten vandaan? Ja. Ik had zo'n zin in die kikkererwten. Ja. Die kikkererwten die zitten in blik, die blijven goed. Nou oké, het is goed als ik maar kippensoep krijg. Chinese kippensoep. Ja. Ook langs de Drentse Hoofdvaart vind je natuurlijk restaurants bij de oversteekplaatsen. Zoals deze hier, met de praktische naam De Bregen. Vaak een voormalige herberg, waar paarden en reizigers op adem konden komen. De naam Frederikshaven doet dat Scandinavisch aan, maar heeft niets te maken met de vaart op de Oostzee. De eigenaar heet Frederik Havenman En zo werd de naam van dit truckerscafé geboren. Hey. Boven de bomen zie je de uivormige toren van Dwingeloo. Ui is siepel in de Drents. Vandaar dat de Sint-Nicolaaskerk liefkozend de siepel wordt genoemd. De sluiswachter bent. Ja, ik help hier, want dit is mijn hobby eigenlijk. En wat vind je er zo leuk aan dan? Ja, contact met mensen eigenlijk. Dieverbrug, ooit het economische hart van de Drentse Hoofdvaart, met elke dag wel 100 schepen. Dat is al lang geleden. Zo'n 50 jaar geleden kwam de laatste vrachtboot door de sluis. Tegenwoordig een pleisterplaats voor de pleziervader, met restaurantjes langs het water. Een wandelgebied dichtbij. Morgen gaan we de Turfroute op. Langs Appelscha en Donkerbroek naar Gorredijk. Oké, dus gaan we nu? Of wachten we nog? Gaan we hier even rustig lunchen? Ja, ik denk dat we hier even lekker gaan lunchen. Het ligt hier goed. In de kom. En bekijken we de highlights onderweg. Leuk hè? Maar niks voor mij. Nou, waarom niet? Ik heb geen watervrees, maar wel hoogtevrees. In die video kunnen jullie zien dat we onze lunch beter alvarend hadden kunnen opeten. Bedankt voor het kijken. Wij gaan aan de slag met de volgende film. Klik intussen even op deze video's. Die vind je vast ook leuk. En wie weet waar de naam Paradijsluis vandaan komt? Zet het in de comments. Dank.